Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Game Meister video. Vandaag speel ik weer Star Stable. En ik heb een hele speciale video voor jullie vandaag. Die ik al heel lang wil opnemen. Heel lang wil uitvoeren. Heel lang online wil zetten. Maar ik had er gewoon geen tijd voor. Nu eindelijk wel. Joepie. En wat het nou is, dat heb je vast aan de titel en thumbnail gezien. Jullie, mijn kijkers, laat ik vandaag bepalen welk paard ik moet kopen. Ik ga dit op Instagram doen. Volg me nog niet op Instagram. Doe dat dan even. Aapstartje Hoefwijzer. Staat ook in de beschrijving een linkje. En als je dit ziet, dan kan je natuurlijk niet meer stemmen. Maar misschien komt er een deel 2 en dan kan je wel weer stemmen. Of als ik live ben, dan laat ik het op mijn Instagram weten. En dan weet je dat. We gaan nu dus kijken waar ik moet beginnen. En dat heb ik al op Instagram gevraagd. Of ik in het noorden, het oosten, het zuiden en het westen van de kaart moet beginnen. Ik heb op Instagram eigenlijk niet verteld waarom ik jullie al die dingen vraag. Want ik doe er heel geheimzinnig over. Ik zeg ook niet noord, oost, zuidwest. Je kan het er wel uit halen. Maar ik heb ook echt in mijn eerste bericht gezet van, hey, ik ga jullie in de volgende stories verschillende vragen en keuzes geven. Uiteindelijk ga ik iets met die resultaten doen. Maar wat het is, dat is nog geheim. Laten we beginnen. En de eerste optie was, welke letter kies jij? Noord, oost, zuidwest. Ja, N-O-Z-W. Maar dat staat dus voor noord. Dat is hier oost, zuid. Nou, dan zitten we eigenlijk meer hier zuid. En west. Ik kan natuurlijk nog niet door heel Star Stable. Ik kan nog niet in Epona. Maar goed, ik kan verder wel overal komen. Dus laten we kijken wat jullie gestemd hebben. Oh, jeetje. Meer dan 1000 stemmen gaat voor N. Dus voor Noord. Dus we gaan of een beetje naar de Gouden Heuvelvallei. Dus dat kan dus nog wel. Of naar de Everwindvelden. Of naar het Hollebos en Vilddale. Of helemaal naar de Dinosaurusvallei. Nou, ik ga even de volgende vraag aan jullie stellen op Instagram. Where you move, make me blind. You will always be there. There is no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya. And leave the rest behind. Ik ben alvast iets meer naar het noorden gereden. Ik ben namelijk bij Steve's boerderij. En hier kan je ook paarden kopen. Maar jullie hebben nog niet gezegd dat ik hier een paard moet kopen. Dus ik ga even kijken bij de resultaten. Want ik heb aan jullie gevraagd. Moet ik naar G, de Gouden Heuvelvallei? Moet ik naar E, de Everwindvelden? Moet ik naar V, Vilddale? Of moet ik naar D, de Dinosaurusvallei? Ik zal even kijken bij het resultaat. Oh, ook weer meer dan 1000 mensen hebben voor E gekozen. Jeetje, dat is superveel vergeleken met de rest. De rest is allemaal een beetje rond de 300, 200. Gewoon meer dan 1000 voor E, dus de Everwindvelden. Daar ga ik dan nu maar even naartoe rijden. Ik ben bij de Everwindvelden aangekomen en omdat ik al best wel in het noorden zit. Ik wil trouwens heel even gedag zeggen tegen Emma en Anne. Ze lopen al even met me mee. Heel gezellig. Ik zit dus al best wel in het noorden en ik heb jullie dus daarom 3 opties van richtingen gegeven. Omlaag, links of rechts. Nou, we gaan even weer kijken bij het resultaat. Oh, rechts. Met rond de 800. Nou, oké. Dus dan gaan we richting het Holle Bos. Nou, laten we gaan rijden. We zijn in het Hollebos aangekomen. En ja, ik sta hier bij die toeristen en bij, ik weet niet wat dit precies is, verlaten plek of zo. Piep piep. En ik ga aan jullie nu vragen, moet ik omhoog of omlaag? Want ik kan niet meer echt naar rechts, omdat hier een rivier zit en daar kan ik niet doorheen. En ja, we komen eigenlijk net van links. Dus gaan we omhoog naar Vilddale of de Dinovallei? Of gaan we omlaag? Weer helemaal terug naar Silverglade of naar Fort Pinta? Ik ga het even vragen. Het is alweer even later en jullie hebben gestemd. Voordat ik het resultaat geef, wil ik nog even zeggen. Ik zeg bij elke story, er is nog steeds geen, of er is geen fout antwoord. Want ik heb het met het systeem gedaan dat jullie de resultaten nog niet kunnen zien. Dus dat het voor mijn volgers echt nog geheim is. Welke kant ik op ga, waar mensen op stemmen. Want dat kunnen jullie dan niet zien. Dus dan weten jullie dat. Maar dan gaan we nu naar de resultaten kijken. Even zien. Oh, jeetje. Dat is veel. Heel veel mensen stemmen voor omhoog. Dus we gaan naar Vilddale. Maar we kunnen ook nog naar de Dinosaurusvallei. Maar kan je daar nog paarden kopen?
Volgens mij niet meer. Dus dan blijven we in Veeldeel. Dat wordt spannend, want daar kunnen we wel paarden kopen. Dan gaan we daar maar gauw naartoe. Oh, ik ben helemaal fout aan het rijden. Ik zit helemaal niet op te letten. Sorry, we gaan weer terug. Ja, ik moet hier naar links. Oeps. I'm picking up the speed. Cause you will always be there. Oké, we zijn in Veeldeel. En even kijken waar je precies paarden kan kopen. Ik weet dat je over de brug paarden kan kopen. Volgens mij in dit gedeelte niet, toch? Je hebt hier alleen deze stallen. Maar ik wil het gewoon even voor de zekerheid weten. Ja, hier zijn stallen. Jee, een haflinger. Ik weet wel dat je hier haflingers kan kopen. Want toen ook met Daphne had ik een video gemaakt. Was het voor haar kanaal? Volgens mij wel. Of voor mijn kanaal. Ik weet het niet meer. Volgens mij voor haar kanaal dat we voor elkaar paarden gingen kopen. Of bepalen welk paard de ander moest kopen. Ja, volgens mij kan je echt alleen hier een paard kopen. Nou, en die kan je Fjorda kopen. Oh, dat wist ik, was ik helemaal vergeten. En, oh, je kan hier een halflinger kopen. De Noordzweed. Of een Fjord. En ik heb alle drie de rassen al. Maar het zijn wel drie hele leuke rassen. Vind je dat ook? Laat even in de poll achter. Of laat even achter welk jouw favoriete ras is. De Fjord op Star Stable, de Noordzweed of de halflinger. Oeh, heel spannend. En Anne en Emma zijn de eerste twee die gaan zien welk paard ik ga kopen. Maar ik ga dus eerst op Instagram vragen. Moet ik voor de Fjord gaan, dus de F? Moet ik voor de Noordzweed gaan, dus de N? Of moet ik voor de H gaan van Haflinger? Ik ga het even vragen. Het is echter even later, ongeveer een kwartiertje. Ik heb ondertussen niet op mijn Instagram gekeken. Dus ik ben heel benieuwd welke ras ik moet gaan kopen. Ik vind het echt heel spannend. Want ik wil eigenlijk heel graag een Fjord. Ik heb eigenlijk al een haflinger. En ik vind die haflingers niet heel erg verschillend. Dus ik hoop niet dat het een H is. Maar dat het een Fjord is. Dus een F. Of misschien een Noordzweed. Maar dan liever niet de Palomino. Want die heb ik al. En dat zou wel een beetje stom zijn. Maar we gaan het zien. Ik ga even kijken. Ik vind het heel spannend. Oh. Yes! Een F! Een F! Oh, ik ga meteen een screenshot maken. En het ligt heel dicht bij de N. 245 stemmen voor de F. En 226 stemmen voor de N. Dus het ligt heel dicht bij elkaar. Maar het is een F. Alleen, probleempje. Ik heb dus ook al de linker Fjord. Dus dan zou ik twee keer dezelfde hebben. Maar goed, jullie kiezen ervoor, hè? Ik vind het sowieso al heel leuk dat er Fjord is, want ik vind de Fjord gewoon geweldig. Dit heb ik nu in mijn story geplaatst. Oké, echt bijna de laatste opties. Kies een richting. En dan kies een richting links en rechts. Ah, ik vind het heel spannend. Ik plaats het nu in mijn verhaal. En ik ga nu dus eventjes iets anders doen. Dan kan het nog 10 minuutjes. Of dan hebben we volgens 10 minuten de tijd, 15 minuten de tijd om te kiezen. Het is dus weer even later en daar gaan we dan. Ik heb ondertussen niet gekeken. Ik heb wel ondertussen een nieuw idee bedacht. Als ik het paard heb gekocht, dus een van de twee Fjorden, ga ik hem ook een ander kapsel geven. Tenminste, dat laat ik jullie dan kiezen. Maar we gaan even kijken welk paard het is geworden. Ik vind het echt heel spannend. Ik hoop zo erg dat het de rechter is, omdat ik die dus niet heb. Maar het zou super grappig zijn als jullie voor de linker hebben gekozen, omdat die op Moos lijkt. Terwijl jullie niet eens wisten waar het echt over ging. Ja! Voor 249 stemmen. Wij zijn nu op de rechter. Ik kan gewoon even niet meer goed aan mijn woorden komen. En 170 op de linker. Oh, ik ga even meteen een screenshot van maken. Oh yes, jongens. Jullie hebben voor de grijze Fjord gekozen. En die wilde ik al echt wel een tijd. Even, nogmaals. Ik ben niet aan het vals spelen. Jullie hebben echt voor dit paard gekozen. We gaan er eventjes naartoe. Oh jongens, jullie hebben voor dit paard gekozen. De Noorse Fjord, de grijze. En deze wilde ik zo graag. Oh, ik wilde sowieso alle Fjorden. Maar nu, omdat jullie ervoor hebben gekozen, is het gewoon specialer en leuker. En oh, ik vind het zo leuk. 58. Oh, we moeten natuurlijk nog een naam verzinnen. Oh, jee. Oh, nee. Dat moet ik jullie ook laten doen. Oh, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Zal ik gewoon zeggen hoe vaak, of moet vragen, hoe vaak moet ik op willekeurig klikken? Ja, dat ga ik vragen. Dat vind ik wel een goeie. Wat ik nu in mijn verhaal heb gezet is, kies een nummer. En dan de nummers 1, 5,
23 en 56. Dus als mensen voor 56 kiezen, moet ik 56 keer op willekeurig klikken. En dan die naam wordt de naam van mijn nieuwe baard. Wauw, dit is zo leuk. Dit wil ik echt vaker doen. Bijna elke week lijkt me wel leuk. Alleen, daar heb ik niet genoeg starcoins voor. Maar dit is wel echt een grappig spelletje. We gaan even kijken naar de resultaten, want ik heb nu een paar minuten gewacht. 144 stemmen voor 23. Dus we gaan 23 keer op willekeurig klikken. En dan gaan we zien hoe het paard, wat de naam is. Oké, koop een paard. Oké, nu staat de ijs splash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Flutter friend. Wat betekent flutter eigenlijk? Ik weet het niet. Fladderen. Flutter betekent fladderen. Dus fladderende vriend. Dat vind ik eigenlijk wel een grappige naam. Oké, daar gaan we voor. En hij is gekocht! Yeehoe! Kijk dan. Oh, en wacht. Ik heb denk ik dan nog twee vragen die ik aan jullie ga stellen. Welk kapsel moet ik hem geven? En welk setje moet hij aan? Moet hij een western setje zoals ik nu draag? Of moet hij een dressuursetje aan? Dus dat ga ik nu eerst even aan jullie vragen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Voor mij is het weer 20 minuten later. Ik heb even geluncht, want het is midden op de dag. Dus ik heb lekker gegeten. Laten we er even op gaan zitten. Ik heb dus eerst aan jullie gevraagd welk kapsel. En daarna welk setje. Maar ik ga dus eerst even kijken welk setje ik aan moet doen bij Flutter Friend. Hele grappig gedaan. Oké, dus ik heb jullie de optie gegeven D en W. De D staat voor dressuur en de W voor western. En ik heb in mijn inventaris heb ik een dressuur setje en een western setje. Maar die zal ik zo meteen er wel bij pakken. Eerst even kijken. Oeh, 700 mensen hebben voor D gekozen voor dressuur dus. Dus daar ga ik even een screenshot van maken. En dan ga ik even een dressuur setje erbij pakken. Nee, ik wilde niet dit zadel. Heb ik het juiste zadel bij me? Ik wil dit dekje omdoen. En dit hoofdstel. Ik doe wel voor nu even dit setje. Ik wilde eigenlijk een ander hoofdstel. Zadel omdoen. Maar ik doe het wel vandaag even met deze. Want dit is wel het complete dressuursetje van de... Volgens mij is dit een barokke set. Maar ja, ik vind het wel een echt een mooie dressuurset eigenlijk. Ik gebruik het als dressuurset. We zijn nu buiten, want we gaan nu dus de kapsels bekijken. En dan zal ik daarna kijken welk nummer jullie hebben gekozen. Want ik heb jullie de opties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gegeven. Daar gaan we. Gaan we even kijken welke kan je allemaal kiezen. Nou, oh ja, de staart kan natuurlijk ook veranderd worden. Dit vind ik ook het minst mooie deel van de fjord. Dus als je het verandert naar bijvoorbeeld, volgens mij hoor. Bijvoorbeeld deze, dan heb je ook een hele andere staart. Vind ik wel mooier. We gaan even natuurlijk bij de voorkant kijken. Nou, 1 is dus dit, wat hij al aan heeft. Dit is nummer 2, dus dan zie je een streep erboven uitkomen. Nummer 3 vind ik heel leuk met die driehoekjes. Dit is nummer 4, die vind ik ook leuk. Nummer 5, deze vind ik niet zo leuk. Dit is nummer 6, die vind ik ook best wel leuk. Dit heb je ook, deze vind ik dan ook nog wel prima. Maar ik vind toch die boog het leukste. En dan heb je ook nog deze, dit is nummer 8. Dan ga ik even kijken wat jullie gestemd hebben. Ik heb jullie twee stories gegeven. Eentje met 1, 2, 3, 4 en een ander 5, 6, 7, 8. Dus dat zijn twee verschillende. Dan ga ik gewoon kijken wat de meeste stemmen heeft gekregen. Bij de eerste story is dat nummer 3. Dus dat is dit kapsel. Die vind ik echt heel leuk. Met 397 stemmen. De volgende story wordt spannend. Kan nog helemaal veranderen. Anders ga ik voor nummer 3. Oh, nee! Nummer 6 heeft 443 stemmen. Oh, dus dat is deze. Oh, jongens! Ik had het niet verwacht. Ik dacht, jullie gaan voor een boog. Jullie weten natuurlijk niet waar het precies over gaat. Welke staart heeft hij eigenlijk? Hij heeft wel een mooiere staart. Maar ga ik dit doen? Ja, jullie hebben ervoor gekozen, dus ik moet het maar doen. Betalen met starcoins. Ja! En mijn paard heeft dit kapsel. Ik weet niet. Ik heb nog nooit een paard gehad met knotjes. Volgens mij heb ik sowieso nog nooit die manen aangepast bij een paard die ik heb. Nou, dit is... mijn nieuwe paard. Jullie hebben hiervoor gekozen. Nou ja, ik heb gewoon een dressuursetje er zelf bij gepakt. Dus jullie hebben niet precies het setje helemaal uitgekozen. En de manen.
Superleuk, toch? Ik vind het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk om deze video op te nemen. Wil je dat ik dit nog een keer ga opnemen? Doe dan een dikke duim omhoog. Laat het me ook even weten hieronder in de reacties. En laat me ook heel even weten wat jullie van jullie keuze vinden. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even, want er komen er meer van dit soort video's online. En vergeet natuurlijk, ja, je hebt al een dikke duim omhoog gedaan als je deze video leuk vond. En dat was het eigenlijk. Nou, dan heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! En bedankt voor het stemmen!